Kajoep. Je wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kajoep. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kajoep. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm pompoenen plukken. Hallo, Kajoep. Hallo, Roosje. Opa! Ben je klaar, Kajoep? Opa nam Kajoep mee naar een speciale plek. Roosje ging niet mee. En ze was boos omdat ze thuis moest blijven. Mama, kijk wat Roosje nou doet. Roosje, waarom deed je dat? Ik wilde Teddy heel graag met me meenemen. Ik doe Teddy wel in de wasmachine, zodat hij weer helemaal schoon is. Maar ik wil helemaal niet dat Teddy in de wasmachine gaat. Kom op, Kajoep. We gaan pompoenen plukken. Oh, wat word je toch groot. Ik hoop dat de pompoenen lichter zijn dan jij. Oh, wow! Moet je al die pompoenen zien, Kajoep? Moet je deze pompoen zien, opa? Wheel! Dat ziet er leuk uit. Hallo daar, wat is jouw naam? Ik ben Kajoep. Hallo mevrouw Jansen. Kajoep en ik komen een pompoen meenemen. Oh, goed. Mijn pompoenen zijn best beroemd, wist je? Echt waar? Jazeker. Ik heb zelfs een speciaal pompoenenalbum. Ik krijg overal foto's vandaan van kinderen die mijn pompoenen hebben versierd en er een pompoenlampion van hebben gemaakt. Waar komen pompoenen vandaan? Van deze kleine pompoenzaadjes. Echt waar? Kajoep stond versteld dat zo'n klein zaadje zoiets groots kon worden. Veel plezier met plukken. Dank u wel, mevrouw Jansen. Tot ziens. Kajoep? Kajoep, waar ben je? Hier ben ik. Volgens mij vind je het hier zo leuk dat je nog steeds de pompoen niet hebt gekozen die je wilt. Ik vind die daar mooi. En die daar. En die daar. Even rustig, Kajoep. Je kan er maar eentje kiezen. Ik wil deze. Hij is veel te zwaar voor mij. Zal ik deze dan dragen? Dan neem jij die kleine mee. Dan geven we die aan Roosje. Oké. Nu de pompoen van Roosje leeg is, kunnen we een gezicht tekenen. Kajoep! We hebben Teddy gewassen in de wasbak en hij is weer als nieuw. Dankjewel, Roosje. Ik heb een pompoen voor je geplukt. Ik denk dat hij hier moet, Kajoep. Zo, en nu kun je de gaten indrukken. En er komt nu het leukste gedeelte. Oh, kijk nou toch. Kajoep, Kajoep! Roosje heeft gelijk. Die pompoen lijkt veel op jou, Kajoep. Nu kon Kajoep een foto sturen van zijn lampion voor het pompoenalbum van mevrouw Jansen. Kajoep heeft ritme. Kajoep vond niets leuker dan door het park wandelen. Eerst ga ik op de schommel. En dan de glijbaan. En dan weer. Hier, Roosje. Dank je, Kajoep. Dat is heel lief van je. Muziek? Kajoep had nog nooit muziek in het park gehoord. En hij vroeg zich af waar het vandaan kwam. Kijk, oma. Ze spelen muziek. Kunnen we even blijven? Natuurlijk, Kajoep. Yay!
Caillou had een geweldige tijd toen hij naar de muziek luisterde en danste met Roosje. Dit is een leuk liedje. Het is mooi, hè? Het doet me denken aan een liedje dat ik op de piano speelde. Niet stoppen met spelen. Misschien kunnen we morgen terugkomen. Maar ik wil ze nu weer horen spelen, oma. Oh. Heb je zin in een verhaal? Oma zag dat Caillou nog steeds dacht aan de muzikanten in het park. Hij wilde echt graag meer muziek van ze horen. Mag ik het ook proberen? De pianostemmer moet nodig worden gebeld. Speel eens een liedje, oma. Oké. Hoe ging het ook alweer? Ja, dat was het. Wauw! Caillou vond de muziek zo leuk dat hij mee wilde doen. Kijk, oma, ik ben de drummer. La 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 la. La la la. Jullie tweetjes houden echt van muziek, hè? Willen jullie soms in mijn band? Echt waar? Ja, maar wel met betere instrumenten. Maar die hebben we toch niet? Dat is zo opgelost. Je kunt ze maken. Caillou vond het heel interessant waar oma mee bezig was. Hij wilde haar graag helpen. Ik wil het ook doen. Maar hoe maakt dit dan muziek? Nou, als je schudt, dan maakt het een heel mooi ratelgeluid. Het heet een sambabal. Oeps. Maar we moeten wel eerst de deksel erop doen. Kijk, Roosje. Ik ben nu ook muziek aan het maken. Ik ook. Oké, maar nu ben ik weer aan de beurt. We gaan een instrument voor jou alleen maken, Caillou. Caillou was teleurgesteld dat hij niet met de sambabal mocht spelen. Het was zo leuk. Maar ik wil spelen met de sambabal. Was er echt niet een instrument waar je liever op speelt? Die we in het park zagen? Dan wil ik graag de drummer zijn. Pak de lepels maar en... Ik ben de drummer! Niet te hard slaan, anders gaat het kapot. Wow! Nu hebben jullie je eigen instrumenten. Caillou was blij met zijn drumstel. Wat een mooi geluid kwam eruit. Nou, weten jullie wat het meest belangrijk is als muzikanten samen spelen? Ze luisteren naar wat de anderen spelen. Zo spelen ze allemaal samen in het ritme. Oké, wacht maar even. Eerst luisteren. Zie je hoe mijn hand op en neer beweegt? Als ik omlaag ga, moeten jullie in je handen klappen op het knippen van mijn vingers. Huh? Pak nu maar jullie instrumenten en speel maar met mij mee. Wel blijven luisteren. Roei, roei, roei je boot zachtjes door de stroom. Roeien, 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 het leven is net een droom. Heel erg goed! Caillou werd heel blij door de muziek die ze maakte. Het klonk bijna net zo als de band in het park. Hallo allemaal, hoe was jullie dag? Caillou kon niet wachten om te vertellen hoe leuk het was. We hebben zelf muziek gemaakt, mama! Echt waar? Wat is dat, Roosje? Het is een sambabal. En dit is mijn drumstel.
hebben we samen met oma gemaakt. Oh, maar dat klinkt echt leuk, zeg. Luister. Roei, roei, roei je boot. We hoorden muziek in het park en ze spelen morgen weer. Mogen we gaan? Toe. Als oma jullie mee wil nemen. Ik zou niets liever willen. Caillou vond het jammer dat hij geen mooie muziek in het park zou horen vandaag. Oh, dat is jammer. Maar misschien kan ik je hiermee opvrolijken. Misschien kunnen wij vandaag het concert doen. Oh, joepie! Luister maar naar mij. Roei, roei, roei je boot, zachtjes door de stroom. Roeien, 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 het leven is net een droom. Roei, roeien, 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 zachtjes door de stroom. Roeien, roeien. Caillou genoot van het zingen en van het spelen op zijn drumstel. Dit was de allerbeste dag ooit. Roeien, 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 het leven is net een droom. Zelf gemaakt. Hallo, is er iemand thuis? Opa! Hallo, Caillou. Waar is iedereen? Mama en Roosje zijn even wandelen en papa is het gras aan het maaien. De vuilniswagen! Hallo, Caillou! Clementine! Wat is dat? Het is een cadeau voor mijn vader. Het is een vogelhuis, helemaal zelf gemaakt in de knutselles. Ik kan niet wachten om het te geven. Hij zal heel erg blij zijn. Doei, Caillou! Ik wil ook een cadeau voor papa gaan maken. Goed, Caillou. Wat wil je maken? Het lukt wel, opa. Ik doe het helemaal in mijn eentje. Oké, dan ga ik naar de woonkamer aan mijn kruiswoordpuzzel. Caillou was een beetje boos dat hij niet zo'n cadeau als Clementine kon maken. Hij wilde ook iets speciaals voor papa maken. Opa! Wat is er, Caillou? Het lukt me niet. Ik kan niks moois maken voor papa. Niet zoals Clementine. Ik weet wel iets. Iets dat we samen kunnen maken. Als je het wilt proberen. Dan draai je het papier, vouw het doormidden en dan heb je een... papieren vliegtuigje! Hij vliegt niet zo goed, opa. Dan maken we gewoon wat anders. Dan pakken we dit mooie papiertje en dan vouwen we dat zo en dan zo. Wat is het? Het is een vouwpoppetje. Papa vindt dat niet leuk. Ik weet het. Doe dit maar, Caillou. Je vouwt hem hier en dan hier. Heel goed. Een hoed? Opa, ik wil graag een hele grote hoed voor papa maken. Maar het papier dat we hebben is niet groot genoeg. Ik weet iets. We gebruiken dit. Oké, ik heb eigenlijk toch geen tijd voor die kruiswoordpuzzel. Het is me gelukt, opa. Ik heb een cadeau voor papa gemaakt. Caillou. Papa. Hey Caillou. Oh, hoi pap. Kijk papa, ik heb een speciaal cadeau voor jou gemaakt. Aha. Wat een mooie zeilboot, Caillou. Het is geen zeilboot. Het is een hoed. Je vindt hem niet mooi. Nee, juist wel. Het is het mooiste cadeau wat je hebt gemaakt. Heb je het helemaal in je eentje gedaan? Niet bewegen, ik denk dat ik hier nog een woord zie. Oh nee hoor, Caillou en ik gaan buiten piraatje spelen. Kom maar mee, matroos. Johoho, en een fles met melk. Caillou's uitverkoop. Het gaat wel. Ik heb de vrijmarktdoos laten vallen. We hebben dit jaar veel spullen te verkopen. De vrijmarkt? Ja, en de hele buurt doet eraan mee.
Dus ik zoek spullen die we niet meer gebruiken om te verkopen. Mag ik ook meedoen met de vrijmarkt, papa? Dat lijkt me een heel goed idee, Caillou. Kijk maar in je kamer of je speelgoed hebt waar je niet meer mee speelt. Caillou vond het moeilijk om te kiezen welk speelgoed hij zou verkopen op de vrijmarkt. Hij vond alles leuk. Ook alles waar hij niet meer mee speelde. Hoe gaat het, Caillou? Ik kan dit verkopen. Nou, ik denk niet dat er iemand is die iets wil kopen wat kapot is. Maar als ik mijn speelgoed verkoop, dan heb ik niks meer om mee te spelen. Ik bedoel ook niet al je speelgoed. Alleen die speeltjes waar je niet meer mee speelt. En ik denk ook dat er nog een andere jongen zal zijn die speelgoed verkoopt waar hij niet meer mee speelt. En dan kan jij die van hem kopen. Oh, echt waar? Caillou vond dat een heel erg goed idee. Hij verkocht het speelgoed dat hij niet meer wilde en ruilde het voor wat hij wel wilde. Caillou had nu heel erg veel zin in de vrijmarkt. Ik ben helemaal klaar. Heel goed gedaan. En dan gaan we nu naar buiten onze tafel opzetten. Ik heb mijn spaarvarken mee. Wat een goed idee, Caillou. Dan kan je daar het geld in doen dat je hebt verdiend. Wanneer kan ik nieuw speelgoed gaan kopen, mama? Nou, je moet eerst wat spullen van jezelf verkopen, lieverd. Met dat geld kan je dan nieuwe dingen kopen. We gaan zo wel even een rondje maken om te kijken wat de anderen verkopen, goed? Het werkt nog. Kijk maar. Mag ik dat hebben, mam? Dat is een heel mooi speeltje. Mag Jeffrey het van je kopen? Nee, ik wil het eigenlijk toch niet meer verkopen. Weet je het zeker, Caillou? Je hebt daar al zo lang niet meer mee gespeeld en daarstraks wilde je het wel verkopen. Ik snap het wel, Caillou. Laat maar weten als je van gedachten verandert. Caillou, waarom stop jij je speelgoed terug in je doos? Ik wil mijn speelgoed houden, dus niet meer verkopen. Ik heb een idee. Laten we een rondje maken en kijken wat de anderen verkopen, oké? En hoppa. Hallo, Caillou. Wat kijk je, Sip? Caillou vindt de vrijmarkt toch niet meer zo leuk. Waarom verkoopt u hotdogs, meneer Hinkel? Je kan van alles verkopen op een vrijmarkt, Caillou. En dus ook hotdogs voor hongerige jongens die opgevrolijkt moeten worden. Alsjeblieft, en het kost je alleen maar een glimlach. Dank u wel. Zie je, een vrijmarkt kan heel erg leuk zijn. Kijk, mama, ze hebben alles buiten gezet. De hele slaapkamer, inderdaad. Het leek Caillou heel leuk om buiten te slapen. En hij bedacht hoe het zou zijn om naar de sterren te kijken. Dat is grappig, mama. Kijk dit dan, Caillou. Wauw! Die nemen we mee. Caillou vond het gezellig om bij de buren langs te gaan en te zien wat ze verkochten. Er waren heel veel interessante dingen te koop. Waar is dit voor, mama? Het is een elektrische blikopener. Kijk, als je hierop drukt, dan maakt hij automatisch blikken open. Mag ik het hebben? We hebben thuis al een blikopener die heel goed werkt. Misschien zien we iets wat we wel nodig hebben. Kijk eens! Volgens mij is het iets te groot voor je. Kom, zal ik hem anders even passen? Wat ben je mooi, mam. Wat denk je van deze? Mama, kijk! Oeh, dat is mooi speelgoed, zeg, Caillou. Mag ik het hebben? Laten we eerst eens kijken of papa iets van ons verkocht heeft, voor we iets nieuws kopen. Caillou was teleurgesteld dat hij de bouwdoos niet mee mocht nemen. Maar ik wil het hebben! Maar Caillou, die bouwdoos past nog niet in je speelgoeddoos. Caillou bedacht dat als de bouwdoos in zijn speelgoeddoos zou moeten passen, hij eerst zijn oude speelgoed moest verkopen waar hij niet meer mee speelde.
Caillou dacht dat als hij niet meer met zijn oude speelgoed wou spelen, iemand anders dat misschien wel zou willen. En daardoor was er plek voor iets nieuws. Hier, Jeffrey. Je mag het hebben. Echt waar? Dank je, Caillou. Jeffrey zou dat heel graag willen hebben. Ik hoef er niet meer mee te spelen. Misschien vind je hier wel iets nieuws om mee te spelen. Alsjeblieft. Wauw, dank u. Kijk eens wat ik heb. Dat is geweldig, Caillou. Maar ik dacht dat jij je speelgoed wilde houden. Maar niet alles, hoor. Ik heb een idee. Zullen we het op tafel leggen, zodat iedereen het kan zien? Mama, kijk. Ik heb al mijn speelgoed verkocht. Wat goed, zeg Caillou. Heel goed gedaan. Gaan we snel weer op de vrijmarkt staan? Dat zal wel moeten, ja. Moet je kijken wat mama allemaal heeft gekocht. Dit moet echt gevierd worden. Zullen we een ijsje gaan halen? Wat is er aan de hand, Caillou? Wil je geen ijsje? Volgens mij wil Caillou eerst iets anders halen. Heb ik gelijk, lieverd? Yay! Caillou was heel erg blij dat hij zijn oude speelgoed had verkocht, zodat er ruimte was voor zijn nieuwe bouwdoos.